Het is eigenlijk bijna zo de parabel van de verloren zoon die terugkomt. En ja, verder, ik kan het allemaal uitleggen. Het is niet erg, joh. Het is niet erg. Psychopaten. Totaal gewetenloze. Sadisten. Ja. Oké, maar dat wist ik al. Deze hele passage, daar klopt natuurlijk niks van. We zijn verdomme toch geen derde wereldland. Vandaag bespreken wij Plan je prik. En naast mij zit topadvocaat Ewout Jansen. Als ik het vaak genoeg blijf zeggen, dan wordt het vanzelf waar. Dankjewel. Zo werkt tv. Zo werkt dat, ja. Nu ben ik op tv. Plan je prik, de titel van deze aflevering, is een soort pars pro toto. Het is de naam van een van de vele websites die de overheid gebruikt om ons te informeren over de coronavaccinaties. De concrete vaccinatiecampagne waar we het hier over gaan hebben en waarbij deze website ook prominent in gebruik is, is de campagne rond de vierde coronavaccinatie, die ook beschermt tegen Omicron. De herhaalprik. Nou, even een introductie van die campagne. Jij hebt een paar geweldige filmpjes. Ja, er zijn denk ik twee hoofdfilmpjes. En dan komt gewoon heel kort even naar voren wat er nou aan de hand is eigenlijk. Even kijken. In het najaar zijn we vaker binnen. En besmetten we elkaar sneller met virussen, zoals het coronavirus. En daarom mag iedereen een herhaalprik halen. Nou, toppie. Ja. Ik wil een herhaalprik halen. Ja. Dus dat is mooi. Ja, ik ook. Ik sta daar hetzelfde in. Ja, wij zitten al op de fiets. Een herhaalprik brengt je bescherming weer op peil. En het vernieuwde vaccin beschermt tegen meer virusvarianten. Extra belangrijk als je meer risico loopt om ernstig ziek te worden door corona. Ik vind het goed dat ze hier niet zeggen alleen belangrijk als je meer risico loopt, maar dan is het extra belangrijk. Hè? Dus jij en ik, die niet tot de risicogroepen behoren, voor ons is het ook belangrijk. Zo lees ik dit in ieder geval en daar ben ik het mee eens. Ja. Dus mensen vanaf 60 jaar en mensen die ook de griepprik krijgen, mogen eerst en krijgen een uitnodiging. Oh, ik zat al op de fiets. Ja, omdraaien. Ja. Dus iedereen krijgt een auto. Mensen boven de 60 krijgen een auto. De rest van jullie krijgen ook wel een keer een auto. Maar... Ja. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Dus de mensen vanaf 60 jaar, die krijgen een uitnodiging. Dus die weten dan wanneer ze mogen. En de mensen die jonger zijn, kijk daarna. Maar. Kijk op coronavaccinatie.nl. Kijk daarna. Op coronavaccinatie.nl. Ja. Daar zou het dan staan. Ja, we hebben het over nu een aantal maanden terug, was dit de situatie, september, oktober. Er is nog een filmpje en daarin wordt het allemaal wat meer uitgebeeld. Ja, dat is fijn. Een prachtig titel die ook voor alles verder, denk ik, de titel moet zijn, Samen Verder. Zo, herhaalprik tegen corona gehaald. Ja. Nou, wat eerst wat opvalt is, het is een hele kleurrijke vrouw met allemaal leuke buttons. Ja, dat associeer ik met wappies eigenlijk. Ja. Wappies zijn mijn grappies, we prikken het niet. Naar regels komt zonneschijn. Ik heb geen test nodig om positief te zijn. Maar hier is dat zeker niet zo, hier is het gewoon heel leuk. Iedereen kent elkaar, fijne sfeer. Maar Tony, je bent toch nog lang geen 60-plusser? Het is najaar, hebben de virussen weer meer kans. Tony, die zegt nu, het is najaar, dan hebben de virussen weer meer kans. Mm-hmm. Maar als je Samen Verder heel erg volgt, zoals ik, en je gaat de volgende aflevering kijken, dan zegt die meneer van de supermarkt dit tegen Tony. Tja, herfst hè. Dan gaan die virussen meer rond. En dit heeft hij van Tony net gehoord in de aflevering hiervoor. Ik bedoel, we hebben het ook heel vaak, dat jij briljante dingen zegt dat ik dan doe of ik die verzonnen heb. Ja, die prik helpt tegen meerdere varianten. Een paar willen hem ook. Ja, bij 60-plussers lopen meer risico om ernstig ziek te worden. Daarom mochten wij eerst. Maar jullie mogen hem ook snel halen. Daarom mochten wij eerst, maar jullie mogen hem ook snel halen. Wanneer? Ja. Het moment waarop Ton zegt, jullie mogen hem ook snel halen, vond ik een vreemd moment, omdat wat de stem daar zegt niet helemaal synchroon lijkt te lopen met wat de acteur in beeld lijkt te zeggen. Maar jullie mogen hem ook snel halen. Als je hem 3000 keer afspeelt, dan zie je dat. De stem zegt, jullie mogen hem ook snel halen, maar als je heel rustig naar het beeld kijkt, zonder het geluid, dan zie je dat de acteur zegt, jullie mogen hem ook halen. Jullie mogen hem ook halen. Jullie mogen hem ook halen. Dus wat hier aan de hand is, weet ik niet. Maar het sluit wel heel mooi aan bij onze verwarring. En dan staat er, haal ook je herhaalprik zodra je aan de beurt bent. Ja. Nou ja, ik zat al op mijn fiets bij het eerste filmpje. Maak een afspraak op planjeprik.nl. Net was het nog coronavaccinatie.nl. Oh, ja. Ja, en dat ik toch toegegeven heb dat ik dit de hele dag zit te kijken, deze serie. Het is wel gewoon een feit dat ze ook allemaal samen kerst vieren. Ik zat wel te denken, misschien is het een post-apocalyptische samenleving en is er verder niemand meer om kerst mee te vieren. En de vaccinaties gaan blijkbaar gewoon door dan. Ja, maar dat snap ik wel. Nucleaire winter is niet genoeg om de vaccinaties te stoppen, hoor. Dan moet je echt nog wat harder van leer trekken. Maar het is ook wel een beetje raar. Het geeft ook weer een beetje aan dat misschien de backstories niet helemaal
Maar goed, misschien niet heel belangrijk. Ja. Nou ja, als je hier echt een complete serie van wil maken in en misschien nog een bioscoopfilm. En, ja. Waar het op zich goed genoeg voor is. Niet dat ik het goed vind, maar als je kijkt naar andere dingen die wel series of films worden. Ik vind het beter om aan te zien dan Komt de Vrouw bij de Dokter. Ooit had ik het allemaal voor elkaar. Ik speelde in de Champions League van het levensgenieten. Dat is een van de meest tenenkrommende zinnen die ik ooit heb gehoord in de film. Ik heb er meer dan 4000 gezien. En recentelijk zag ik de trailer van de nieuwe Nederlandse film Fijn Weekend. En die vond ik ook moeilijker om naar te kijken dan Samen Verder. Ik vind het gewoon niet eerlijk dat hij er niet meer is. Elke dag denk ik, ik wou dat ik het was. Alleen als ze die kant op gaan, moeten ze wel even goed nadenken. Wat zijn deze mensen nou van elkaar en wat niet? En wie heeft nou wat tegen wie gezegd? Dit is dus de achtergrond van onze verwarring. Ja, nu gaan we onszelf bespreken. Wat heel veel mensen dus heel origineel onder elke video zetten. Mm. Een snijtafel over de snijtafel. Ja. Dat zal lachen zijn, toch? Ja, precies. Dan elke keer met de toon van, ik heb nu iets verzonnen. Want wat was de situatie? Wij zaten allebei keurig te wachten in principe om aan de beurt te komen. Ja, snel aan de beurt te komen. Om snel aan de beurt te komen. Maar op een gegeven moment ontstond de situatie waarin jij dacht, we zijn aan de beurt. Ja, huh? Ik stuur jou op 11 oktober. Ja. We kunnen een bijgewerkte herhaalprik halen. En ik laat je ook een mooie visual zien. En daar staat, u kunt nu een afspraak maken. En ik stuur jou nog misschien wel toppie bijgewerkt prikkie op de huidige varianten. Ja, dus ik antwoord dan op jou. Ja, maar is eigenlijk alleen nog voor 60 plus, toch? En ik stuur jou nope en het stroomschema. Ja. En het stroomschema is vrij complex. Er staat, hoe kan ik een herhaalprik krijgen? En ik ben een 12 tot en met 59-jarige zonder medisch risico. En mijn oog viel vooral op dat laatste blokje, wanneer, hè, want daar ben ik dan mee bezig. En daar staat dan, nadat de andere groepen de mogelijkheid hebben gehad om een afspraak te maken. En ik zie vanaf half september heeft iedereen die kans gehad. Maar wat jij niet zag, en mij viel het ook laatst pas op, is dat er ook een groep in de eerste helft van oktober een uitnodiging pas kreeg. Nee, dat klopt. Alleen je verwacht gewoon heel erg dat de laatste kolom, dat die het minst urgent is. En dus dat als je één kolommetje eerder kijkt, dat je dan de laatste datum ziet. Dus dat klopt, maar ik vind het ook wel slecht. En jij zegt, is die aankondiging al gedaan dan? Dus jouw oog valt veel meer op het tweede blokje. En jij zegt, aankondiging via coronavaccinatie.nl en al die social kanalen. Dus daarom dacht ik mag nog niet. En ik kwam steeds tegen, herhaalprik tegen corona. Iedereen geboren in of voor 1960 kan een afspraak maken voor de herhaalprik. En ik stuur jou daarop, een linia daaronder staat, iedereen van 12 jaar en ouder kan in het najaar een herhaalprik krijgen. En ik zeg, iedereen, en het is najaar. En mijn volgende appje aan jou is, ik ben net geprikt, je kan ook zonder afspraak, het is redelijk rustig. Waarop ik zei, en er werd niet gezegd, jij bent geen 60? Ik zei, nee, ik heb hier toch de doorstroomkaart en die tekst, het is najaar en het is na 30 september, iedereen kan hem nu krijgen. En jij stuurt nog een keer dat doorstroomschema door naar mij en ik zeg, ja, die heb ik gezien, maar die aankondiging is bij mijn weten niet gedaan. En kort geleden was er ophef, omdat te jonge mensen afspraken inplanden terwijl die queue nog niet gegeven was. Dus ik had wat unieke achtergrondinformatie die jij niet had. Ja. De meest unieke achtergrondinformatie. In je voorbereiding op deze video heb jij een NOS-artikel gevonden dat daar ook over gaat, over die verwarring. Daar staat nog niet aan de beurt, maar herhaalprik corona halen kan soms toch. Mensen die geen extra risico lopen op ernstige gevolgen van een corona-infectie kunnen voor hun beurt een afspraak maken voor een herhaalprik. Het softwareprogramma waarmee de afspraken worden gemaakt is niet ontworpen voor miljoenen gebruikers, zegt een woordvoerder van GGD GHOR, de belangenbehartiger van de 25 GGD's. Ik had de Volkskrant iets anders gelezen, ook vanuit de GGD. Er zat voorheen wel een jaartal, moest je een jaartal invoeren en dan zei hij pas of je aan de beurt was of niet. Maar dat hebben ze expres eruit gehaald om het zo laagdrempelig mogelijk te maken voor zorgmedewerkers om zich in te plannen. Dus in een ander interview zegt ook iemand van de GGD van, nou, we hebben die optie gewoon uitgezet. Het klopt niet helemaal met elkaar. De een zegt, ja, het is een soort foutje, want het werkt niet bij miljoenen gebruikers. Maar voorheen had het wel gewoon diezelfde functie. Ja, en werkt het wel. En werkt het ook. Volgens mij bij de eerdere prikken werkte het wel. Dus het klinkt ook een beetje als een smoes. En afgezien daarvan denk ik ook van, niet geschikt voor miljoenen gebruikers. Waarom wordt het dan door jullie gebruikt voor miljoenen gebruikers? Leek dat eens uit. Maar de woordvoerder wijst erop dat mensen bij het halen van de booster op hun geboortejaar worden gecontroleerd. En dat ze de uitnodigingsbrief moeten laten zien. Als ze te jong zijn of geen brief bij zich hebben, worden ze weggestuurd. Maar dat is niet overal het geval. Bij een vaccinatielocatie in Utrecht, toevallig ook nog, stonden vandaag meerdere mensen in de rij die jonger dan 69 waren en geen brief bij zich hadden.
Ze kregen toch een vaccinatie. Omdat jullie een afspraak hebben, zei een leidinggevende. Volgens GGD GHOR zijn er altijd mensen die de controles weten te omzeilen. Wie dat doet, dringt voort ten koste van de mensen die zo'n prik eerder moeten krijgen, zegt de woordvoerder. De mensen die de controle omzeilen, die dus volgens de GGD in de Volkskrant helemaal niks omzeilen. Ja. Maar gewoon de controle niet tegenkomen. Daar hoor jij dus ook bij. Ja. Ja, die dringen voort ten koste van mensen. Hè, dus die krijgen hier een veroordeling. Ja. Maar jij gaf aan, ja, dat, ik was voor mij een belangrijk punt, dat het heel rustig was in ja, die locatie. Ja, ik kwam meteen, ik schrok er eigenlijk een beetje van. Het was niet te rijden, was alleen ik was er gewoon. Ja. Ik zat en zeg maar, ja, een paar tellen later stond al iemand die naald. Ik ben gaan bellen met het officiële nummer. En toen stelde ik dus de vraag, ja, ben ik nou aan de beurt? En het antwoord was een resolute nee, ik ben niet aan de beurt. Dus nu begon ik te twijfelen wat ik moest gaan doen. Want ik wil me graag aan de regels houden. Maar dat is vooral omdat ik niet wil dat ik een prik krijg die anders vandaag een kwetsbaar iemand zou hebben gekregen. Maar ja, als het super rustig is op die locatie, dan belemmer je volgens mij niemand. Sterker nog, je voorkomt dat er vaccins weggegooid moeten worden. En die laatste overweging heeft mij toen toch ertoe bewogen om maar gewoon een afspraak te plannen. De afspraken slots waren toch best wel vol, want ik kon pas over een aantal dagen een afspraak inplannen. Dus ik plande wel die afspraak in, maar ik dacht, ik ga ook de volgende dag er gewoon eens naartoe. En nou, toen was het inderdaad super rustig en er werd mij volgens mij wel gevraagd, heb je een afspraak? Toen zei ik nee en mocht ik gewoon doorlopen. Hè, dus in dat NOS-artikel stond, deze mensen die eigenlijk nog niet mogen, die prikken wij toch omdat ze een afspraak hebben. Nou, ik had geen afspraak en ik mocht gewoon doorlopen. En toen kreeg ik net als jij meteen de prik. En jij vond toen, Rijksoverheid, vanaf 17 oktober krijgt iedereen van 40 tot 60 jaar de gelegenheid. Ja. En toen had ik voor het eerst gezien, officiële website van de overheid, van ik denk van wow, ik ben toch niet aan de beurt. En dit was op 16 oktober, dus de Volkskrant vraagt wanneer zijn die overige leeftijdsgroepen aan de beurt, mensen onder de 60, en dan is het antwoord, daarover kan het ministerie van Volksgezondheid op dit moment nog niks zeggen. En dat was op 13 oktober. En op 16 oktober stond online, 17 oktober, morgen, ja. Mogen de 40-plussers, en dan vanaf 24 oktober, wij pas zijn. Ja. Maar op 13 oktober konden ze nog niks zeggen. Ja. Ja. Als dat waar is, dan moet het daar toch totale chaos zijn. Dat vind ik eigenlijk heel veel drussend dat ik dat moet zeggen over overheidscommunicatie als het waar is. Maar dat moet ik helaas er soms bij zeggen. Ja. Ook hier is het weer niet consequent, hè? Dat stuur ik ook aan jou. Hier staat vanaf 17 oktober van 40 ja. En dan vanaf 24 oktober alle 12-plussers. Ja. Maar onderaan staat weer vanaf 17 oktober iedereen. En dan zeg ik daarover, ik denk dat ze bedoelen dat deze groep, hè, dus alle 12-plussers... vanaf 17 oktober stap voor stap aan de beurt komt. Want ze zeggen daarna stap voor stap. Dat doen we stap voor stap van oud naar jong. Met eerste 40ers, maar stom opgeschreven. Dit is de manier waarop wij allebei aan de prik zijn gekomen. Ja. Jij in de veronderstelling dat je mocht, terwijl je niet mocht. En ik in de veronderstelling dat ik niet mocht, maar eigenwijs. Ook de bevestigingsmail sterkte mij in dat ik gewoon mocht. Want daar stond ook niet van dat je iets mee moest nemen of zo. Van, om te bewijzen dat je in de zorg werkt of wat dan ook. Nou ja. En ik vond een aantal dingen uit de mail ook wel weer zo gek dat ik dacht van dat moeten we misschien bespreken. Dus één, dat kleine dingetje van het staat niet die uitnodigingsbrief als eis. Nou, hier staat wel, als u bent uitgenodigd door uw behandelaar of uw werkgever, uw uitnodigingsbrief. Met maar dingen die je moet meenemen. Dat is dus niet, maar er staat niet... Dat als je hem niet hebt, dat je niet mag. Nee. Nee, precies. Een paar dingen vond ik maar heel apart. Hier staat, bij kinderen hè. Is uw kind de afgelopen 5 dagen in nauw contact geweest met iemand met corona? Dan kan uw kind corona krijgen. In dat het geval... Klopt het niet? Ja, ja. In dat het geval is een vaccinatie niet meer nodig. Dan mag je de afspraak afzeggen. Hè? Wat krijgen we nou? Ja. Dan kan uw kind corona krijgen en dan is de vaccinatie al niet meer nodig. Ook verwarrend, hè? Dus ja. Bedoelen ze nou, als je kind dan een natuurlijke besmetting krijgt... Dan is het vaccin niet meer nodig. Ja. Nou ja, dat is heel moeilijk te zien bij kinderen. Kinderen hebben veel minder symptomen. Ja. En in onze vorige aflevering hadden we juist besproken... dat de onderzoeken heel overtuigend zijn. Die zeggen dat natuurlijke immuniteit niet de langdurige bescherming geeft... die het vaccin wel geeft. Ja. En hier staat gewoon, als je een natuurlijke besmetting hebt gekregen... dan geen vaccin meer nodig. Ja, nee, en zelfs als er een vermoeden is van een natuurlijke besmetting... en je weet het niet eens zeker in dit geval. Ja, dus niet... Nou contact met een besmetting. Ik zou denken, je moet eerst echt heel zeker weten... dat je kind ook corona heeft gehad.
En dan moet je nog denken van wil ik eigenlijk wel alleen op die natuurlijke immuniteit bouwen. Het is niet zo dat de overheid in het algemeen communiceert als jij het virus al gehad hebt, hoef je je niet meer te laten vaccineren. Ja. Maar met kinderen communiceren ze dat dan ineens wel. Nou, sterker nog, in de officiële keuzehulp voor vaccinatie bij kinderen, daar zegt de Rijksoverheid gewoon, het belang van een vaccinatie is voor je kind klein als je kind bewezen of zeer waarschijnlijk een corona-infectie heeft gehad. Ja, dan krijgen we weer wat in die mail ook eigenlijk staat. Ja. Maar daarna wordt het echt zorgwekkend. Er staat gewoon, je kind geen corona-infectie heeft gehad, maar je je geen zorgen maakt over de zeer kleine kans op ernstige gevolgen als jouw kind corona zou krijgen. En dat levert gewoon een onwaarheid op. Het belang van een vaccinatie is voor je kind klein als je je geen zorgen maakt. Huh? Ja. Dat maakt geen biet uit of jij je zorgen maakt of niet. Nu gaan we echt zeg maar de medische keuzewereld in met wappie-onzin. Toch een beetje meegaan lijkt mij in het narratief, dat je kinderen toch misschien maar beter niet te veel kunt vaccineren of zoiets. Ja, dan opeens wel. Dat het vaccin misschien toch voor kinderen wat riskanter is. Ja, terwijl juist corona voor kinderen een gek gevaar heeft. Een soort ontstekingsziekte die helemaal niet zo vaak voorkomt. Maar ja, je moet denk ik een beetje bij corona de bijwerkingen van corona afwegen tegen de bijwerkingen van het vaccin. En bij ons ook. Ik bedoel, long COVID is gewoon best wel een ernstige bijwerking van corona. Kans is heel klein. Maar kans op long COVID is groter dan de kans op de complicaties bij het vaccin. Ja, en als we weer even verder kijken in de uitnodigingsmail, dan de volgende alinea, die wordt gewoon echt hallucinant. Misschien haalt u de vaccinatie omdat u naar een land wilt reizen waar u gevaccineerd moet zijn. Dan is er geen medische noodzaak voor deze vaccinatie. Wat? Wat slaat dat nou weer op? Het is nog een pandemie. Je wilt toch niet mensen besmetten in een ander land? Het is toch een medische noodzaak voor al deze vaccinaties. Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Ja. En dan ook die rare benadrukking. Deze vaccinatie is op uw eigen verzoek. Ja. Dat is toch altijd zo? Heel apart. En dan daarna wordt het echt een beetje dystopisch, vind ik. Ja. Kiest u vrijwillig, als in om een niet-medische reden voor deze vaccinatie? Wat? Natuurlijk kies je vrijwillig. We hebben geen onvrijwillige vaccinaties. Ja. Wat is dit nou weer? Dit is een soort parallele wereld met onvrijwillige vaccinaties. Ja, ja. En dus hoe kun je nou om een niet-medische reden voor een vaccinatie kiezen? Wat je het lekker vindt? Ik kan het echt niet volgen. Het is sowieso onzin. Maar ik vind het zelfs moeilijk om te bedenken wat ze gedacht hebben bij het schrijven hiervan. Volgende zin. Meer informatie over een vrijwillige vaccinatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Je hoort bijna achteraan meer informatie over de geheime onvrijwillige vaccinaties. Is verboden door het regime of zo. Ja, ja. What the fuck? Jij hebt nog een voorbeeld hier van de communicatie rond dezezelfde prik. Ja, laten we zeggen, die raar het midden houdt, vooral in de kop dan, tussen jouw aansporen om die vaccinatie te gaan halen en ook weer niet. Ja, dus de kop is 8 argumenten om de herhaalprik niet te nemen. Ja. Op de Rijksoverheid.nl, denk je wat? Krijgen we nou? En dan? En waarom je het wel zou moeten doen? Zo'n correspondent dus komt. Iedereen is aan de beurt. Yes! Yeah. Die over de 60 is. Oh! Ja. En dit is echt inderdaad clickbait. Wat? Ja. Rijksoverheid zegt dat je hem niet moet nemen? Ja. Oké. Klik. En dan ook gewoon de tonen. Heeft een herhaalprik in het najaar wel zin? Dr. Ted van Essen, bekend van tv-programma Tijd voor Max, reageert. Wat? Wie? Ja. Waarom? TV? Ja. En waarom heet die man dan niet Max van Essen? Ja, waarom heet die man Ted? Nee, maar bedoel, waarom wil je nou een tv-dokter van Max? Ja, we zijn net begonnen met een video waarin allemaal gewoon normale artsen aan het woord kwamen. Die waren voor jou. Ja. Deze tv-dokter is even voor de mensen die nog tv kijken. Nee, ik vind dat wel heel irritant. En vooral dat accentje. Ik zie het vaker. Ik heb een heel irritant NOS-artikeltje gevonden. Waar gewoon in de kop staat. Oorlogspropaganda van Rusland en de Oekraïne. En dan in de tekst daaronder. Een Nieuwsuur. We duiken in de nepsnieuwsoorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Ik durf dat filmpje eigenlijk niet te kijken. Omdat ik bang was dat het een heel raar filmpje was. Op basis van deze kop. En dan kijk je het, dan valt het heel erg mee. Ja. Dat is hier ook, hè, van achtereen, noem het niet te doen, dan zet ik gewoon op en dan gaat iedereen... Ja. Even gewoon maximaal verkeerde been, en dan, maar dan laten we het allemaal recht en dan lijkt het allemaal... Ja, en moet je dat nou gaan doen in overheidscommunicatie ook? Ja. Dit is een leuk foefje om mij over de rooie te krijgen. Ja, ja, en misschien hè, een foefje in hun ogen om mensen die die prik niet willen gaan halen te verleiden. Om toch die argumenten te gaan lezen waarom ze hem wel moeten halen. En dat is met dat Rusland-filmpje ook. Hè? Dat je misschien zegt, er zijn mensen al zo ver in die Rusland-propaganda. Dat als je heel erg uitstraalt van, ja, maar we gaan ook Oekraïne precies bekijken. Ja. En dat mensen dan misschien nog doorklikken. Ja. Die eigenlijk al helemaal van het padje zijn. Ja.
En dat die dan misschien na het filmpje kijken denken, oh ja, het is toch eigenlijk wel gewoon Rusland. En Oekraïne doet 1 of 2 dingetjes die heel begrijpelijk zijn en reuze meevallen. Ja. En Rusland doet dan 28 dingen die gewoon vet evil zijn. Ja. En dat zien zij ook wel. En misschien als je dat er al inzet, dat mensen dan niet meer klikken. En dat nu een wappie erop klikt en denkt, ah, de argumenten om de herhaalprik niet te nemen, die staan op een rijtje op rijksoverheid.nl. En dan opeens, oh nee, die argumenten zijn allemaal heel slecht. Oh nee, dan neem ik hem toch. Ja, hoe reëel is dat scenario? Vraag ik me wel af. Nou, het is een beetje spetterbadjesachtig in de zin dat het een empirische vraag is. In hoeverre werkt dat bord? In hoeverre werkt zo'n kop? Ik weet het niet. En het is ook gewoon maar een oprechte vraag, hè? Maar hoeveel redelijke mensen wil je afstoten in je pogingen om heel onredelijke mensen naar je te laten kijken? Ik vind het ook wel een teken dat die communicatie onzin van de correspondent, hè, en wat toen gebeurde, gaat je verbazen. En dat dat de overheid ook zo gaat communiceren. Ja. Toch wel een beetje zorgwekkend. Ik probeer al heel lang bij jou dat NOS op 3 te nomineren. Mm-hmm. Hebben dus allemaal hipsters zichzelf gewoon voor oorlog en echt hele nare dingen plakken. Weet je, er is er gewoon een kliniek of harde geschoten. Vrouwen die zitten te bevallen en zo. Mm. En dan je hoofd zo ervoor. Maar je eigen hoofd. Niet lachend, hè? Wel zo. En mijn hoofd. En in dat itempje zie je ook weer een pratende koffiemokje of zo. Waar zijn jullie nou mee bezig? Ook de overheid denk ik ook van, joh, ga gewoon goed op een rijtje zetten waarom je die prik moet nemen. Ja. Ga nou niet al dat rare gedoe met achter het niet en dan toch wel een dokter Ted van Essen. En er is een pandemie, weet je wel. En jij nodigt een soort van brainstorm met 8 communicatie-eikels. Van pandemie, oké, we hebben 3 communicatielullen nodig. En die moeten een of ander super omslachtig, ingewikkelde clipje gaan bedenken. Ja, nee, we moeten gewoon de problemen oplossen. Ja. Weet je wel, doe je werk, ook bij de NOS. Waarom moet er nou een hipster op sneakers rond gaan lopen? Ik zou echt wel eens een onderzoek willen zien naar de effectiviteit van die opsmuk. Van die dingetjes die niet de inhoud zijn, die jij heel irritant vindt en ik vaak ook. In hoeverre die er nou in slagen om die mensen te bereiken die je niet bereikt met droge communicatie. En daarbij wil ik wel even onderscheid maken tussen het hippe NOS op 3, dat probeert jongeren te bereiken die het gewone nieuws te saai of te moeilijk vinden. Hey, jij daar. Waar denk je aan bij het nieuws? Wat ik van het nieuws vind? Ja, ik kijk niet zo heel vaak naar het nieuws. En die rare koppen die meer gericht lijken op het terughalen van mensen die in desinformatie zijn getrapt. Van die eerste variant weet ik oprecht niet in hoeverre die werkt. Maar ik ken wel wat onderzoek naar de tweede variant, dus onderzoek naar het overtuigen van mensen die zich al emotioneel hebben verankerd in een bepaald standpunt. En dat onderzoek wijst in de richting dat informeren weinig meer uithaalt. En dan zeker niet op een vijandige manier informeren, oké, maar informeren überhaupt weinig meer uithaalt. Wat kan helpen volgens dat onderzoek is mensen hun eigen denkbeelden laten doordenken door middel van vragen, zodat ze zich realiseren hoe weinig inzicht ze eigenlijk hebben in de materie. En wat kan helpen is hun emoties aanspreken in plaats van hun verstand, hun empathie bijvoorbeeld. Maar van die emotionele aanpak worden ze niets wijzer en ze blijven daarna even kwetsbaar voor desinformatie. Dus het is een lastig probleem, maar niets wijst erop dat het zinvol is om misleidende koppen te maken met accent aigu erin, of een pratend koffiekopje in je item te doen, of eentjes op je bord met regels te zetten als uiteindelijk het ding zelf gewoon weer een informatieve of zelfs een belerende functie heeft. Je bent maar bezig met wat wappies van je denken. Je bent eigenlijk bezig met jouw ex die jou niet leuk, die vindt jou niet leuk. Ja. Het is uit. Ja. Die wappies willen jou niet. Ja, die staan galgen te bouwen. Ja, laat ze met rust. Ja, ja, ja. Maar als ik nou app, als ik nou dit app, ja. Als ik nou mijn haar, ze willen jou niet. Ja. Hugo de Jonge kan niet een ander paar schoenen kopen en dat opeens die wappies dan zeggen van, ah, het is toch, het is een topper. Mm. Ik heb me helemaal vergist, weet je wel. Het is uit, zeg maar. Ja, wat je wel zou kunnen doen is voorkomen dat er nog veel meer wappies bijkomen. Ja, okay. Door eerlijk te communiceren. Eerlijk en helder. En dat doen ze ook niet. Ja, nee, dat is waar. Misschien moet je iets meer richten op de mensen die eerder het slachtoffer zijn van dat denken dan de daders. Zeg maar. Ja. Hè, mensen die gewoon denken van, hey, ik ben sociaal, ik wil gewoon iedereen luisteren. Ja. Naar een hoogleraar, naar een van de idioten op Facebook. Ja. En die mensen die zijn nog voor reden vatbaar en voor onreden vatbaar. Maar goed, oké. Maar ik vraag me echt af of die zachte toon helpt. Je kan ook een hele andere toon aanslaan dan TV-dokter Ted van Essen. Ik wil graag een liedje laten zien van Niels van der Laan en Jeroen Woe. Die zingen dan op de NPO, tweestemmig, over ouders die dus hun kind geen vaccinaties willen geven. Dit zijn Lies en Ryan. Hun ouders zijn gestoord. Die zeggen dat autistisch van woord.
ruikt niet geweldig. Maar ik heb ook met ze opgetreden. Ze hebben wel hele brave borsten, zeg mm-hmm. maar. Terwijl nu lijken ze heel edgy. Maar dit is eigenlijk een filmpje van voor corona. Mm-hmm. Sowieso een aantal momenten in dat liedje zijn heel geestig. Omdat de argumenten van de wappies en de argumenten van de antivaxxers, in tegenstelling tot wat de wappies vaak zeggen, zijn niet zo één op één, joh. Mm-hmm. Alles wat wappies er naar voren brengen, brengen antivaxxers ook naar voren tegen hele normale plekken. Ja. Dit is Suzanne. En ze is niet ingeënt. Want mama zegt dat polio niet bestaat. En dit is Tom. Van wie de vader zegt. Weet niet maar, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Dit is Saskia en ook haar ouders willen het niet. Die geloven in een grote complottheorie van de farmaceutische industrie. Leg onze vriend in onze schouders. Wij willen ingeënt, maar dan al niet van onze ouders. En er zat iedereen toen nog te lachen. Van haha, wat een idioten die mensen. Ja, ja. Ik denk echt dat de NPO dat nu niet meer durft. Brave HBO-kunstenaars met een diploma op tv, liedje over de actualiteit. En gewoon de wappies zijn gestoord. Ja, ja. Zeggen ze dat nu nog? Ik denk, we've come a long way, man. Het is echt, hoe kunnen we deze mensen nog plezieren? Kort geleden heeft Mark Rutte ook erkend, onder druk van Caroline van der Plas, dat het kabinet mogelijk onbedoeld te hard is geweest over ongevaccineerden. Terwijl ik denk dat ze eerder te zacht zijn geweest. Ik had ook een LinkedIn-stukje zou ook kunnen laten zien van iemand die ook een wappie die postte van mijn gevoel zei, ik neem die prik niet. Mm. En ik heb nog van niemand gehoord dat ik het wel zou moeten nemen. Als verdediging waarom ze goed zat waarschijnlijk. Ja. Ja, lees hem maar even voor. Wel of niet vaccin? Circa een jaar geleden kwam het in mijn leven voor het eerst ter sprake. Wil je wel of niet een coronavaccinatie als dat mogelijk is? De vraag kwam heel rustig tot me. En binnen enkele seconden antwoordde mijn lichaam eveneens heel rustig. Nee. Simpel en duidelijk, nee. Zonder enige toelichting of argumentatie wist ik dat ik geen vaccin zou nemen als de tijd daarvoor zou komen. Het wonderlijke is dat ik sindsdien maar af en toe informatie tot me heb genomen en geen moment heb getwijfeld. Ik hoefde niets voor mezelf uit te zoeken of na te gaan. Ik wist en weet het antwoord. Ook heb ik geen enkele tegenstand uit mijn omgeving gekregen of ervaren. Op een dag van juli dit jaar sta ik in de lift. En daar is een man die de lift bedient met een mondkapje voor. En me vraagt of ik een vaccin neem. Hij wel namelijk. Heel rustig zeg ik nee. En hij steunt me direct volledig. Ondanks dat hij het zelf wel gedaan heeft, geeft hij aan dat hij me snapt. En ik het niet moet doen. Ik voel me liefdevol gesteund. En extra bevestigd. Ook is het me nooit kwalijk genomen. Of zelfs maar argwanend gevraagd. En dat omdat mijn omgeving mij reflecteert. Mijn rustige en besliste keuze spiegelt. Zelfs nu. Met coronapas en horecagelegenheden maak ik mee dat als ik spontaan ergens naar binnen wil, ze daar toevallig geen check doen. Hoe fijn is het om een lichaam te hebben die me van wijsheid bedient en dat ik daarnaar luister en handel. Daardoor is het rustig en vredig in mij en om me heen. Zelfs nu, met de angst en stress rondom corona en vaccinatie. Het mooie is dat we dat allemaal hebben, ondanks dat we dat mogelijk vergeten zijn. Kortom, laten we weer massaal teruggaan naar onze wijsheid, naar ons lichaam, naar ons voelen en ervaren en daarna gaan handelen in alles wat we zeggen en doen. Ik ga ervoor. Hashtag corona. Hashtag ik. Niemand heeft mij gezegd dat ik gek ben of wat dan ook. Ik heb alleen nog maar een zee van bevestiging gekregen. Nou, draai anders even het liedje van Niels en Jeroen. Ik wil je wel wat tegengas geven, want bent helemaal knetter. Ja, maar de vraag is wel, die bij mij blijft hangen, welke weerstand had zij hier moeten ondervinden. Jij bent gestoord, zoals de quiz zingt, of meer kritische vragen op een vriendelijke manier gesteld in een vertrouwde atmosfeer die haar aan het denken zetten. Mijn vermoeden is toch dat je pas luistert naar die vriendelijke vragen als je eerder hardere kritiek hebt gehoord. Dat is gewoon een hunch van jou. Ja, maar ja, ik heb het nog nooit op deze hunch kritiek gehad. Van wie dan ook. Maar waar we het in ieder geval over eens zijn is, deze mevrouw heeft te weinig tegenspraak gekregen en te veel respect. En dat verbaast me ook niets, gezien de nonchalance waarmee zelfs niet-wappies nu met de herhaalprik omgaan. Zelfs mensen die helemaal niet in het wappie-kamp zitten, die zeggen nu, ja, die vierde prik, was het nou nog zo hard nodig? Iemand die zo doet over een vaccinatie vind ik net zo raar als iemand die denkt,
Ja, ik heb niet zo zin om te betalen in Albert Heijn vandaag. Ja. Ik heb niet zo zin om een broek aan te trekken voordat ik de straat op ga. Is dat urgent? Is dat urgent? Ik bedoel, het is gewoon 20 graden. Ik ga gewoon in mijn blote kont op straat lopen. Nee. Want ook bij vriendin, die ik echt bedoel, dat is een van de briljantste vrouwen die ik ooit... echt geweldige, briljante vrouw. Maar die zei ook van, ja, ik zie de urgentie niet zo van de herhaalprik. Ja. Terwijl bij alle vaccinaties zie je, als het goed is, de urgentie niet zo. Ja. Het zijn ziektes die al lang weg zijn. Dus het is helemaal niet zo urgent dat die kinderen die prikken krijgen. Maar als we die prikken niet geven, dan wordt het weer urgent. Dan wordt het urgent, en, en daar moeten we niet op wachten. Ja, en urgentie is een goed woord. Want ik proef toch hoe stuntelig het ook allemaal vooral overkomt. In die vaagheid rond die prik en ook de verspilling die daaruit volgt. Een gebrek aan een gevoel van urgentie en een gebrek aan waardering voor die vaccinatie. Ja. Hè? En een gebrek aan je best doen om die niet weg te hoeven gooien. De rijke landen hebben nou 1,4 miljard coronavaccins de prullenbak ingegooid. Ja. Het is allemaal niet zo lang houdbaar. Als we gaan prikken, dan moeten we flink prikken. En in China en ook in de derde wereld komen nu grote problemen. Doordat mensen niet geprikt hebben. Wij zijn met die vierde prik al aan het weggooien. Ja. Terwijl daar nog de eerste prik moet komen. Ja, en dat weggooien is natuurlijk kwalijk op zich. Maar waarom gooien we zoveel vaccins weg? Omdat we niet de verwachte opkomst halen. En dat zie je ook terug in de vaccinatiegraad van de herhaalprik. 60 jaar en ouder zit rond de 60%. Wat niet heel hoog is, maar ook niet heel laag. Maar 12 jaar en ouder zit maar op 26%. En dat is wel heel laag. Ja, en waarom is dat nou erg? Ja, omdat we gewoon tegen allerlei personeelstekorten aanlopen. Hmm. He, dus het virus gaat heel erg rond. Het leidt niet zo vaak tot ziekenhuisopnames. Hmm. Maar het leidt wel tot ziekteverzuim. En met een herhaalprik ben je minder lang ziek. Er zijn natuurlijk ook andere redenen voor die personeelstekorten, zoals een griepgolf. Maar het telt allemaal mee. We zakken gewoon door onze hoeven, zeg maar. Hmm. He, er worden rechtszaken helemaal geschrapt vanwege personeelstekort. 1500 rechtszaken bijvoorbeeld. Zomaar gaan we maar niet meer doen. Geen tijd voor. We gaan gewoon minder treinen rijden. Want we kunnen het personeelstekort niet oplossen. Kinderopvang allemaal fouten maken om de personeelstekort, terwijl er hartstikke kwetsbare kinderen zijn. In een goed item van 1 Vandaag zit een hoogleraar die heel duidelijk uitlegt. Als we dit vanuit een maatschappelijk oogpunt beschouwen, dan is de impact die corona heeft op de maatschappij, komt erdoor dat allerlei mensen ziek zijn. En ik denk dat we daar een betere balans in moeten krijgen. Dat het niet alleen maar erom gaat om het beschermen van de kwetsbare ouderen, wat ongelooflijk belangrijk is, maar dat we de maatschappij beschermen. En die beschermen we door breed te vaccineren, zodat niet die opgetelde kleine uitval komt. We zitten allemaal naar onze eigen gezondheid te kijken. Maar kijk even om je heen. En in dat kader van kijk ook eens om je heen wil ik er ook even op wijzen dat de vaccins nog steeds verspreiding remmen. Wel minder dan in het begin, maar ze remmen nog steeds verspreiding. Volgens een artikel in Nature uit augustus 2022. En mensen blijven er maar intrappen van het kan gebeuren, dus risico verminderen heeft geen zin. Ja. Dat is zo'n rare denkfout. Dat is echt van, ga maar dronken achter het stuur zitten. Want ja, mensen die niet dronken zijn, die maken ook ongelukken. Ja. Je kan gewoon een auto-ongeluk krijgen, ook als er geen ijzer ligt. Ja. Dus wat zou ik nou maar uitkijken? Ja. En dan, oké. Dat argument laten we helemaal los. Ja. Dat sociale argument eigenlijk, hè, van je doet het ook voor andere mensen. Ja. Dat laten we nu gewoon helemaal los. Het gaat alleen maar om jouw eigen gezondheid. Nee, dat is nog steeds niet het geval. Nog steeds is er een sociaal argument om het te nemen. Dat wel over verspreiding gaat. Dus ook in die zin moeten we nog steeds om ons heen blijven kijken. Maar het punt over verspreiding en jouw punt over personeelstekorten zijn allebei punten die dokter Ted van Essen niet maakt in zijn artikel. En ze zitten ook allebei niet in die informatieve video's waar we mee begonnen. Dus het zijn de twee meest sociale en de twee meest verwaarloosde argumenten. Ik moet zeggen dat de Rijksoverheid wel het personeelstekort argument op zijn herhaalprikpagina heeft staan, maar niet het verspreidingsargument. Ja. En je ziet ook bij de algemene vaccinatiegraad ook dat die daalt. Hè? Nog een stukje in Utrecht, ik weet niet hoe landelijk zit, maar in ieder geval dat de gewone vaccinatie bereid is. Dat vind ik ook heel logisch als je kijkt hoeveel begrip we allemaal tonen voor gewoon onzin. Ja. Dan met diezelfde onzin kun je ook heel goed gaan nadenken. Moet ik mijn kind wel beschermen tegen allemaal ziektes die we in de derde wereld eigenlijk aan het uitroeien waren met inderdaad zoals in het liedje heel goed aangetoond wordt, Paul van Vliet. Jaarlijks sterven er op de wereld kinderen voor hun vijfde levensjaar aan ziektes waar je helemaal niet aan dood zou hoeven gaan. Kinderen zoals hier om me heet, hij en hij, deze hier, lopen een grote kans op allerlei akelige ziekten, zoals polio, kinkhoest, mazelen. Vecht daartegen. Hoe? Gewoon, door ze in te enten.
in een rijk land houden we daar gewoon mee op. We moeten nu zelf een foster parents plan voor die kinderen van die wappies gaan opzetten en zo. Ja. Kan de overheid nog wel een beetje vergeven dat ze denken van, nou, wij kunnen gewoon niet te scherp zijn. Weet je wel? Dus wij gaan niet zeggen van, bent u gestoord? De overheid is geneigd om de boel bij elkaar te houden. Samen, hoe heet deze? Samen film? Verder. Samen verder. Ik denk dat we met communicatie en met voorlichtingscampagnes, eindeloze voorlichtingscampagnes over allerlei domme dingen die je gewoon niet gaat doen als je goed geïnformeerd bent, dat we daarmee iets proberen op te lappen wat eigenlijk fout zit in ons onderwijs en in onze journalistiek. Dat mensen daar niet de basis krijgen die ze nodig hebben om later verstandige beslissingen te nemen. Dus dan krijgen we idioten die domme dingen gaan doen en dan moeten we dan met voorlichtingscampagnes, met leuke acteurs en rappers en weet ik veel wat, moeten we ze dan weer terug zien te krijgen. En dat lukt vaak denk ik gewoon niet meer. Dan hebben we het alleen maar over communicatie. Hè? Dus hoe moet je communiceren met die mensen? Maar dan is er natuurlijk ook nog de vraag, moet je ze misschien soms gewoon dwingen tot iets? Hè? Wat in het belang is van de samenleving. En wat zij niet willen. Of van hun kinderen. Dat vind ik ook iets te veel het uitgangspunt van ja, als iemand niet wil, hè? Als iemand andere mensen in zijn omgeving in gevaar wil brengen, ja, dan is dat natuurlijk het recht van die persoon. Ja. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja. Dat weet ik niet. Of dat altijd maar het recht is van die persoon. Dat is op heel veel manieren helemaal niet je recht. En dan bij vaccinaties ineens wel. Maar ik zou zeggen dat dat een antivax sentiment is dat we gewoon altijd al hebben gehad. Ja. We hadden altijd al de houding van, ja, dat hoeven we niet te verplichten. Dat doen mensen gewoon lekker zelf. Hè? En als je niet wil, dan niet. En eigenlijk meer uit respect voor christenen, denk ik. Die natuurlijk al de proto-antivaxers, zal ik maar zeggen. En dat kon allemaal net, zolang er dan maar een klein groepje was. En nu wordt dat een grotere groep. En komen we echt voor de vraag staan van, ja, kunnen we dit wel vrijwillig houden zo? Of wordt het gewoon te gevaarlijk om dit maar op vrijwillige basis te blijven doen? Ja. Ja. En daarmee. Nou, dan kunnen ze daadwerkelijk in die uitnodigingsmail zeggen, komt u voor de vrijwillige vaccinatie? Of komt u omdat u gek bent en u uit de ouderlijke macht bent gezet? Dan kunt u naar het andere loket. Dat is in de ogen van die mensen de dystopie, hè? Dat ze op een gegeven moment dat niet meer vrij mogen kiezen. Terwijl, in mijn ogen is de dystopie dat de overheid niet meer weet waar die mee bezig is en vaccins met miljoenen tegelijk weggooit. En er staat dan wel ook in dat Volkskrant-artikel, de GGD zit op 90% van de prikcapaciteit. Al zijn er grote verschillen in drukte tussen de 84 vaccinatielocaties door het land. Ja, nou, dan zullen wij wel toevallig bij een hele rustige hebben. Ik ook weer zoiets, daar zou ik graag eens een goed onderzoek naar willen zien. Maar we weten toch dat maar 25% geprikt is. Ja. En ik vind toch, we blijven maar boze comments van wappies oogsten. Maar als je nou kijkt naar al die berichten over het verscheuren, ik zeg nog wat een keertje, het per ongeluk verscheuren van de avondklokboetes. En je ziet al deze websites en al dit organisatorisch onvermogen, zou ik zeggen. Ja. Dan kun je toch niet denken dat het evil is. Deze mensen met hun 6 websites waar niet één keer hetzelfde op kan. Ze kunnen niet één keer hetzelfde zetten op die website. Ze kunnen nog niet voorspellen wat ze overmorgen gaan doen. En je kunt wel extreem evil en extreem incompetent zijn. Zie Rusland. Maar een super efficiënte wereldwijde samenzwering, zoals de wappies zich inbeelden, lijkt me duidelijk niet aan de orde. Nee, het enige wat mij soms stoort en waarvan ik denk dat het niet alleen maar onvermogen is, is dat ze te veel sympathie hebben voor, nou ja, juist de antivaxxers. Meestal denk ik, dit is slordig. En soms denk ik, ja, is dit slordig? Of zijn ze een beetje naar de wappie kant aan het hangen? Nou, ik vind dat ze echt wel over de grens heen hangen eigenlijk, als het gaat om de kinderen. Hè? Dan gaan ze echt de overheid zeggen in de officiële keuzehulp, jij moet jouw medische keuze gaan baseren op je eigen onzingevoelens. Mm. En ook in de uitnodigingsmail gaan ze gewoon echt naar de wappiekant toe. Het is voor een deel organisatorisch onvermogen. Voor een deel gek doen met de vorm, in de hoop wappies op andere gedachten te brengen. En dan is het voor een deel een gebrek aan urgentie, wat niet direct wappie is, maar wel heel goed aansluit bij de wappies in ieder geval. En dan is er ook nog, wat betreft de kinderen, daadwerkelijk wappie standpunten overnemen. Ja, nou, ik moet wel zeggen dat ik ook één website gevonden heb tussen alle herhaalprik websites die ik wel helemaal toppie vind. Mm-hmm. De GGD Twente, die biedt dapper weerstand tegen al deze andere websites en die heeft keurig op een rijtje gezet wat ik zou willen dat er staat. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat het helpt om bedrijven, horeca, sportscholen open te houden. Dat staat eigenlijk heel prominent tussen de redenen om het te doen. Dus personeelstekort wordt aangestipt eigenlijk. En ze hebben zelfs het verspreidingsargument niet losgelaten. Mm. En ze zeggen daar ook, vind ik best geestig over, wat fijn dat jij zo jong, gezond en fit bent.
En dan geven ze toe dat jouw kans dan natuurlijk heel klein is. Om heel ziek te worden. Maar dat het nog steeds kan. En dat long covid zulke ernstige gevolgen heeft. Ja. En dan gaan ze meteen naar je ouders, je opa en je oma. En je neemt het dus ook voor je omgeving. Nou, dan ga je toch lekker naar Twente. Hè, de overheid wil die vaccinaties niet pushen. Want dat is prikdatuur. Ja. Het is allemaal super vrijwillig. Sterker nog, mag je hem wel halen? Ja, we kijken nog wel wanneer jij aan de beurt bent. We gooien eigenlijk nog liever prikken weg. Dan dat we er eerst een aan jou geven. We hebben zoveel scheid of Kasper om komt halen. Ja, mag hij wel, mag hij niet. Nee. Ja, super rustig, maar nee. Ik vind een hele goede onzin de detectie ook formeel. Dat zie je ook in dat Eén Vandaag artikel. Ja. Ondertussen is op social te zien dat ook anderen al een herhaalprik hebben gehaald. Toch houdt het ministerie van Volksgezondheid formeel vast aan de volgorde die eerst bepaalt. Ja. Eerst de speciale groepen. Formeel doen we het. Maar ja, gaan we lekker niet prikken. Ja. En als de overheid al zo tegen je doet, denk ik, overheid, wat wil je nou van mij? Ja, ja, wat ik ook heel storend vond hieraan, en dat vind ik storend aan veel overheidsbeleid, is, en dat wordt heel goed verwoord door dat formeel. Als je zegt, formeel mag het niet, maar we checken niks. Nou, dan gaan dus de mensen die het meest lak hebben aan regels, het eerst gevaccineerd zijn. Ja. He, wil je dat? Is dat wat je wilt uitstralen? Dus mensen die zich graag aan de regels willen houden, jullie niet. Mensen die denken, regels, nou weet ik niet of ik me daar wil houden, jullie wel. Ik denk niet dat dat wappies op andere gedachten zal brengen, die houding van de overheid. Terwijl het echt de antithese is van de overheid die jou een prik wil opdringen. Ja. Maar wat er wel gebeurt is dat ik, dus als anti-wappie eigenlijk, meer mijn eigen plan begin te trekken. En me meer begin af te keren van wat de overheid eigenlijk officieel allemaal wil dat ik doe. Wel vind ik zelf op een hele morele manier. Want ik vind zelf dat ik de morele principes van de overheid gewoon beter toepas dan de overheid zelf. Maar ik wil wel duidelijk maken dat dat dus het gevolg is. Hè? Ja, bij regels moet je altijd even kijken wat is de reden waarom die regel er is. Ja. En als de regel er is van we doen die volgorde, want 60-plussers lopen meer risico. En mensen in de zorg die moeten gewoon zo snel mogelijk aan de beurt zijn. Als dat de twee redenen zijn. En jij zit in een zaal die helemaal leeg is. Dan zie je een Vandaag item ook helemaal leeg. Nou, wat is dan de moreel juiste keuze? Ben je dan zo arrogant dat je de overheid overruled op dat moment? Ja. Of is het heel evident dat de redenen die de overheid communiceert gewoon absoluut zich niet voordoen? Je bent, er zit niet iemand uit de zorg. Er zitten ook niet 60-plussers. Er zit gewoon letterlijk niemand. Ja. En je weet ook dat ze die vaccins weg gaan gooien. Ja. Dus wanneer zijn regels zo dom dat het beter is om ze te overtreden als je heel zeker bent van je zaak? Mm. Terwijl je ze aan het overtreden bent eigenlijk. Mm. Maar hier kun je ook nog wel de vraag stellen, is het wel een regel? Mm. Is het niet een website die je aan het overtreden bent? Oh, en misschien goed. Mm. Inmiddels kunnen wij melden, alle websites bekeken, je kan hem gewoon gaan halen. Oh ja, ja, we kunnen zonder ook goed nieuws eindigen. Ja, ja, lekker op je fiets. Ja, precies. Ja, wij worden opgepakt zodra deze video online staat. Ja, maar jullie kunnen nog. We worden in een grote groepscel gegooid met klimaatdemonstranten. En, ja, ja, inderdaad. Ja. Vaccinmisbruikers. Mama, zeg me dan.